Leuk dat jullie kijken naar onze video. Wij zijn Elle, Ilse en Roos. Welkom bij Trainingcenter Iets Anders. Welkom bij onze video over stabiliteit. De oefeningen in de video zijn uitgevoerd onder professionele begeleiding. Als je zelf de oefeningen wil uitvoeren, zoek dan een deskundige begeleider om te helpen, zoals jouw eigen voltigetrainer. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen als je zelf met deze oefeningen aan de slag gaat. De gast van vandaag is Tara en zij is 8 jaar. En waar voltigeer jij? Bij Voltige Horst en de Maas. Bij voltigevereniging Horst en de Maas. Ja. En wat vind je zo leuk aan voltige? Omdat het met turnen en met paarden heeft te maken. En vind je paarden leuk? Ja. En turnen ook? Ja. Nou, de ideale combinatie, hè? Want mijn opa had vroeger ook paarden. Dus je hebt het van je opa geërfd? Een beetje. Heeft hij ook voltige gedaan? Nee. Oh. Die heeft gejureerd bij paardrijden. Oké. Okay. Nou, we gaan vandaag aan de slag met dat oefeningen, dus wij hebben er zin in. Ten eerste is het heel belangrijk dat de voltigeur een goede buikademhaling heeft. Want als we bijvoorbeeld een handstand maken, zitten de borst en de flanken vast. En dan kunnen we niet meer ademen. Dus voordat we gaan werken aan de stabiliteit, gaan we eerst eens kijken hoe het met de buikademhaling is van Tara. Kan je eens een keer ademhalen voor mij? Heel goed. En nou zie ik vooral hier je borst omhoog en omlaag gaan. Mag je je handen eens op je buik leggen? En voel eens wat daar gebeurt als je ademt. Gaat het omhoog en omlaag. En wanneer gaat het omhoog? Als je inademt. En wanneer gaat het omlaag? Als je uitademt. Oké, doe dat eens een paar keer. Heel goed. En moeten jullie daar heel veel moeite voor doen? Of kan je het ook lekker ontspannen? Ik kan het ook lekker ontspannen. Laat eens zien. Mag ik je een klein beetje helpen? Okay, leg ik even je handen op je buik. Adem in. En uit. Ontspan maar lekker. Gewoon lekker ontspannen. Ja. Of heb je het koud, dan moet je het zeggen. Ja. Okay. Adem maar in. En uit. Hoeft niet met je borst, alleen met je buik. Adem in. En uit. Goed zo. Dit is heel goed. Adem in. Heel goed. En uit. Okay. Voor de tweede oefening gaan we het moeilijker maken. Dus probeer tijdens deze oefening continu met je buik te ademhalen. Mag je je been naar je toe brengen en weer terugzetten. Heel goed. En even ontspannen, helemaal los. Helemaal ontspannen. Hou je handen maar lekker op je buik, is lekker warm. En dan de andere been, hetzelfde. Goed zo. Oké. Nog een keer met je andere been. En mag ik nu eventjes voelen wat je doet met je buik? Vind je dat goed? Oké. Adem maar in. Ja. Goed zo. En ontspannen. Heel goed. Om de vorige oefening moeilijker te maken, doen we het nu met een gestrekt been. Laat maar zien. Heel goed. En zo laag mogelijk je been strekken. Dus helemaal bijna boven de grond. Ja. Heel goed. Kan die nog lager boven de grond zweven? Goed zo. Ja. Keurig. Andere kant. Helemaal goed. Toppie. De volgende oefening is het basisbruggetje. Ook hier is het belangrijk dat ze goed in de buik blijft ademhalen, maar dat doe je al heel goed, hè? En dan mag je nu een bruggetje laten zien. Omhoog en rustig terug. Goed zo. En langzaam omhoog. Mag ik weer even voelen op je buik? Ja. Langzaam omhoog. Adem door. Heel goed. Mag we ietsje hoger, hoor. Kom omhoog, omhoog, omhoog. Ja, adem rustig door. En rustig terug. Keurig. Heel goed gedaan. Gaan we door naar een volgende oefening in zit. En nu is het ook belangrijk om eerst even te kijken, lukt het om nu ook met je buik te ademen? Kan je dan nog steeds ontspannen? Heel goed. En ga nou eens heel langzaam die bal ronddraaien. Je mag zelf weten welke kant op. En maak zo groot mogelijke rondjes, maar wel heel langzaam. En dan let je er goed op dat je links en rechts even ver gaat. Heel goed. En nu de andere kant op. Dus de andere kant op draai. Goed zo. En zo groot mogelijk. Heel goed. Dat is de eerste oefening op de bal. De volgende oefening is iets lastiger. Je mag nu weer bewegen op de bal, maar zonder je voet op de grond. En blijven ademen in die buik. Ja, je mag ze niet klemmen. Helemaal los. Gewoon helemaal los. Ja. En probeer maar te blijven zitten. Dat is lastig, hè? Gaan we het samen proberen. Doe maar. Ga maar los zitten. Ja, goed zo. Geef niks. Zie, je valt niet hard, dat is het voordeel van deze vloer. Nog een keer. Het is lastig, hè? Ja.
Goed zo. Goed zo. Heel goed. De volgende oefening is vooral voor een goede zit op het paard. Ze gaat namelijk bewegen en toch netjes stilzitten. Leg je handen maar op die van mij en dan omste beurt je knieën aantikken. Goed zo. Doordat ik haar handen vasthoud, kan ze niet met de schouders compenseren. Rustig aan, rustig aan. Goed zo. En je wil ook voorkomen dat ze op je steunt, want ze moet het uit zichzelf doen. Maar doordat ik haar handen vasthoud, weet ik zeker dat haar schouders stil blijven. En dat ze niet vanuit daar gaat bewegen en alles vanuit onderen doet. Heel goed. Stop maar. High five. De volgende oefening die Tara laat zien is een Superman. Hij lijkt op de vlag, maar dat is het niet. Laat maar zien. Want ze moet namelijk de benen en de arm uitstrekken en weer terug zonder van positie te veranderen. En dan wisselen van kant. Goed zo, maar nu zien we die heup al helemaal omhoog komen. Hè? Dat mocht niet. Blijf stil en toch beweeg. Goed zo. En dan zie je ook als het goed is vanzelf dat het steeds meer vanuit die buik gaat doen. Doe maar. Nog een keer. Keurig. Helemaal weer precies hetzelfde. Langzaam aan. Niet te snel hoor. Als je het snel doet, dan gaat het vaak niet zo goed. Heel goed. Laatste keer. Keurig. Heel goed. Als laatste oefening voor de stabiliteit doen we het staan op één been. Als je buik en rugspieren goed samenwerken, dan kan je ook goed op één been staan. Ga maar staan, Tara. En probeer niet te klemmen tegen je andere been. Goed zo. Dan werken, als het goed is, je buik, je rug, je bilspieren, je beenspieren allemaal goed samen en ben je in balans. En wil je de voltigeur nou nog meer uitdagen? Kijk dan naar onze volgende video over lichaamsspanning. En Tara, vond je het leuk? Ja, superleuk. Ja? Zou je het nog een keer willen doen? Ja. En denk je dat er misschien ook nog andere voltigeurs dit zou willen doen? Denk het wel. Ja? Ja? Nou, wil jij het ook een keer doen? Stuur ons dan een berichtje en wie weet sta jij dan op de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!